Dus even kijken wat we gaan krijgen. Wat is het, wat is het? De kracht om één stuk materiaal te bevestigen aan een wapen of schild dat je draagt en zo een nieuw wapen of schild kan creëren. Deze Korok is zijn maatje kwijt. En die is daar. En in deze aflevering gaan we hem helpen. En ik hoop dat we de volgende tempel en de volgende kracht ontgrendelen. En als je blij bent met deze nieuwe serie op dit kanaal, gooi je duimpje omhoog. En abonneer als je dat nog niet gedaan hebt. Want ik heb wel gezien dat er veel nieuwe kijkers zijn van deze serie die nog niet geabonneerd zijn. Dus let's go. Daar help je mij ook heel erg mee. Oké, ondertussen weten we dus dat we die mijnkarretjes hierop moeten zetten. Dan moeten we zo'n blazer neerleggen. Die kunnen we dan eraan vastmaken. Dan geef je dan een behoorlijk tik tegen. En dan gaat hij met de powerbank gewoon zo... Hoppakee, en klaar. Hallo Korok, ik ben gestuurd door jouw maat. Kom je met me mee of niet? Oh, hij is hier op zijn Korokmaatje aan het wachten. Ja, lekker dan. Moet ik hem hier naartoe brengen? Ja, dat ken ook, maar dan moet ik weer terug. Hé, maat, zal ik jou eens even meenemen dan? Let's go. Hoppakee, ga er maar in. Oké, deze halen we even los. Zo, die moet aan de andere kant nu. Ah, rustig, niet huilen, niet huilen. Ik zet alleen dit ding even aan. Zo, dan breng ik je naar je maat. Let's go. Niet huilen. Komt helemaal goed. Nee, 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 nee. Niet teruggaan. Nee, nee. Oh, blijf hier. Blijf hier. Oh my god. Ik kan er niet langs en ik durf niet te springen, want dan val ik naar beneden. Wee. En dan haal ik je er eerst uit voordat ik de motor uitzet, ja? Niet zo bang zijn, maat. Hoppakee, losmaken. Kijk, jullie zijn weer samen. Ja, hoppakee. Wat krijg ik als bedankje? 2 korokzaadjes. Nou, dank jullie wel. En veel plezier samen, jongens. Geniet van het leven. Dan hebben we toch weer 2 korokjes blij gemaakt. Oké, nu wil ik daar naar boven. Oh, 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 nee, dit is kapot. Die rails is kapot. Ja, dat had je me ook even van tevoren mogen vertellen. Ja, ik denk dus dat ik niet via die kant kan. Dus dan gaan we maar even kijken of we via deze kant kunnen. Want ik dacht dat ik hier naartoe moest, maar ik moet hier naartoe. Dat is wel dichterbij. Hé, kijk, en hier hebben we pepers. Ja, want ik zie dat het hier al een beetje kouder begint te worden allemaal. Er wacht u hier een besneeuwde berg waarop het ijs koud is. Oké, dus ik kan misschien wat pepers combineren. Ja, het liefst met appels eigenlijk, maar die heb ik niet meer. Ik denk dat als ik meer pepers vasthoud dan bijvoorbeeld een ander ingrediënt, dat dan het ingrediënt van de peper telt. Dus ik heb nu 3 pepers en 2, weet ik veel, sprintzwammen of zo. Kijken wat er gebeurt. Nee, oké, dat werkt dus blijkbaar niet. Wat gebeurt er als ik zo'n peper eet? Dat helpt ook niet. En bijvoorbeeld met een oog, met een kiesoog, werkt dat? Kan ik daar een drankje van maken? Nee joh, dat werkt allemaal niet. Potverdorie. Bro, wat doe jij hier dan? Kom ik opeens Rauru weer tegen? Die zegt de klok van de Tempel des Tijds luidt om een vaste tijd in de morgen en de avond. De zonoïden worden gewekt door het kalgammende geluid van de klok, dat ook klinkt als het tijd is om te slapen. De klok speelde tevens een rol in onze traditionele ceremonies. Je zou hem zelfs de hartslag van dit hemel eiland kunnen noemen. Als ik de tempel zie en de klok hoor, krijg ik een intens gevoel van nostalgie. Oké, ja, daar ken ik helemaal niks mee, maar oké, prima. Ja, kijk, top. Ik zie hier nog wat pepertjes. Oké, dan kunnen we even terug om even nog wat gerechten te maken, waardoor we beschermd zijn tegen de kou met peper. Yo, maar hier kunnen we ook nog naar beneden. Oh, daar is weer zo'n pop. Oh ja, pak hem. Oh nee, ik vind het wel zielig om deze poppies te slaan hoor. Dat is helemaal niet leuk. Ik weet niet wat ik hiermee kan. Maar ik maak die poppies toch maar kapot. Want ja, ik denk dat ik dat goed kan gebruiken. Oké, 1 appel. 2 pepperonis. Let's go. Koken die handel. Of heb ik nu 3 pepperonis gebruikt? Anyways, we hebben hier gestoofruit. Dan kan ik 8 minuten tegen de kou. Maak ik nu nog een kleinere met 1 pepperoni en 1 appel. Kunnen we er 3 minuten tegen? Lekker. En eentje met 2 dan. En dat is waarschijnlijk dan 5,5 minuut. Oké, top. Ik ben helemaal klaar voor een koude winter, jongens. Ik pak die van 5,5 minuut. Zo, lekker man. Kunnen we gewoon in de kou lopen? Lekker er doorheen. Door het sneeuwtje. Dit gaat goed. Dit gaat goed. Dit is lekker. Ik denk dat ik hier ooit een keer terug wil komen op het moment dat ik gewoon armor heb. Kleren heb die tegen de kou kunnen. Rauru, ben je nou weer hier, joh? Hij zei van, ja, de soldaten hier, die willen nog steeds jou aanvallen, want ik heb ze opdracht gegeven om de wereld te beschermen tegen indringers, dus sorry daarvoor. Nou ja, maar ik kom er niet uit. Maar ik kom er niet uit. Ik kan ze toch wel verslaan. Ik vind het alleen een beetje lullig voor hun. Ja, dat is het vooral. Sorry, man. Sorry. Oh, wat is dit? Oh, dit is zo'n ijspoppie. Ah, ja, zie je, die bevriest mij, verdorie. come on, Link. Dan moet ik eigenlijk gelijk wegrennen als ik hem heb verslagen. Oké, even een mislukte maaltijd eten, hoor. Om dat ene hartje aan te vullen. maar we moeten dus uiteindelijk daar naartoe, naar die tempel. Ja, ik laat jullie lekker zitten, hoor. Ik heb geen zin om jullie aan te vallen. Oh, kijk, we kunnen hier deze grot in. Oh my god. Ben je nou gewoon op mij aan het schieten? Ik pak even je pepperonis mee en dan ga ik weg. Ja, doei. Oh, ze zijn met elkaar aan het vechten. Oeh, wat zijn dit? Dit zijn bommen, denk ik. Ja, een bombloem. Ontploft wanneer hij een schok krijgt of in brand wordt gestoken. Kijk, dit gaat tenminste lekker snel omhoog. Dan zijn we lekker snel bij die tempel. Daarachter is een kistje, die gaan we even pakken. Ik denk dat er pijlen in zitten. Wat denk jij? Een barnsteen, ook goed. Hé! Hey! Oh, ik dacht dat dit Hestu was.
Is het niet, Hestu? Wat? Oh, die bom moeten we schieten. Let's go. En dan slaan. Lekker. Hoppakee. Het is niet eens een bom. Het is een kill, denk ik. Wat is dit voor gekke plant, joh? Ik dacht dat dit Hestu was. Heb ik hem nu beledigd, denk je? Ik denk het wel, hè? Sorry, man. Beter geef jij mij iets goeds terug. Ik had superveel moeite om jou te verslaan. Oh, gewoon een kist en een like-like maagsteen. Een rare ronde steen die is ontstaan bij het kristalliseren van maagsappen bij van een like-like. Deze steen schijnt een nuttig ingrediënt te zijn voor drankjes. Doet me echt denken aan niersteen. Dus even kijken wat we nog meer tegenkomen. Het glimbloemzaadjes gepakt. Daar liggen er nog meer. Ik denk dat we bijna wel bij die tempel zijn. Die zou hier ergens boven moeten zitten. Maar ik heb nog wel één hittebestendig ingrediëntje nodig, denk ik, om me naar boven te brengen. Dat is op zich geen probleem. Of zouden we het kunnen halen zonder? Ik bedoel, we zijn er wel bijna. Ik heb nog 30 seconden. Rennen, Link. Sprinten, vriend. Ah, nee, we moeten nog van alles doen hier, denk ik, om boven te komen. Nou, dan nemen we nog maar een maaltijd. Pak die van 3 minuten wel even. Liggen in ieder geval genoeg pepers hier in de sneeuw. Kan ik hier ergens naar boven misschien? Ik kan deze hier uit de grond trekken. Oh, dat is een kist. Oké, ik had geen idee wat het was. Dik, prima. Komen tot nu toe wel steeds van die steentjes en zo uit. Geen wapens of iets. Zouden we gewoon een brug kunnen bouwen van bomen? Mijn bijlen zijn ondertussen wel een beetje kapot aan het gaan allemaal. Kijk, bijvoorbeeld als ze nou gewoon deze weer aan elkaar vastmaken. Net als hoe ik in het begin een boot probeerde te bouwen. Zo, en dan doen we die weer hier aan. Nemen we deze ook weer mee. Kijk, en stel we leggen deze nou gewoon hier vanaf die berg daar naar boven. Zou dit blijven liggen? Nou, dit lijkt redelijk goed te gaan. Dan kunnen we zo en over deze. En dan doorlopen zo. Ah, lekker Link, kom op. Ja, kijk, en dan zijn we gewoon hier. Ja, toch? Kan gewoon. Moet ik nou weer vechten met jullie? Ik wil helemaal niet vechten met jullie. Maar ja, als het moet, dan vecht ik wel. Oké, we hebben het bijna te pakken. Let's go. Maak hem kapot. Pak zijn zwaard. Sloop hem. Sloop hem, Linky. Oh, mijn verroeste zwaard is nu al beschadigd. Nou, daar hadden we ook niet veel aan. Oh, hij is weg. Nou ja, hij ligt beneden. Dikke prima. Nee, niet dikke prima. Hij moet kapot, verdorie. Come on, critical hit. Huh, wat? Heb ik nou mezelf geschoten? Wat gebeurde er? Wat zit er in het kistje dan? Nou, vertel maar. Een opaal. Serieus? Heb ik het hiervoor gedaan? Yo, oh, dit is een vlammenwerper. Oh, ik had gewoon deze moeten gebruiken, joh. Nee, 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 nee. Oké, maar zou ik nu met dit ding ook gewoon hier naar boven kunnen dan? Oké, chill. Klimmen, Link. Klimmen. Ja, lekker. Heel nice, want hier kunnen we gelijk nog wat recepten maken. Alhoewel, ik heb geen appels meer en zo, dus dat is wel een probleem. En er groeien hier ook gewoon geen appels. Oké, laten we gewoon rennen naar de tempel. De tempel van Gutanbak. Ja, is dit wel slim, hè? Kan ik echt niet nog wat maken? Misschien kunnen deze kisten kapot en zit hier nog wat in. Nee, pijlen. En deze dan, de like-like maagsteen. Misschien kunnen we die wel gebruiken. Nee, daar kunnen we niet mee koken blijkbaar. Ik moet natuurlijk eerst een vuursteentje en wat hout neerleggen. En daar een tik tegen geven. En nu kunnen we koken. Ja, dat was het. Oké, wat krijgen we hieruit? Helemaal niks. En als ik nou het met choo-choo gelei maak? Ook niet. Ja, ik heb echt appels of fruit nodig. Ja, dan moet ik hier heel snel wegwezen, jongens. Oké, cool. Nou, dan gaan we gewoon hier naar binnen. En dan gaan we de volgende kracht fixen voor Link. Nou, vertel het maar, Rauru. Daar ben je dan. Stek je rechterhand opnieuw uit. We kunnen nu plafond duiken. De kracht om door een hoger gelegen oppervlak te duiken om vervolgens aan de bovenkant uit te komen. Dat klinkt ingewikkeld. We gaan door het plafond duiken, jongens. Let's go. Oh, kunnen we dan gewoon zo hier door het plafond heen? Oh my gosh, dit ziet er wel vet uit. Heel nice, denk ik. Dus we kunnen gewoon altijd en overal door de bovenkant heen? Is dat een ding? Veel te handig, dit. Dit is echt veel te handig. Hey, laat maar even met rust, vriend. Laat me even met rust. Stop ermee. Ik ga even een mislukte maaltijd eten. Die komen toch nog wel van pas, moet ik eerlijk toegeven. Oké, hier is dus geen plafond, denk ik. Oh, kijk. Hier moeten we deze doorschieten, denk ik. Zo, en dan... Ja, oh, hier nog één. Ja, dit touw doorschieten. Zo, top. En dan gaan we weer plafond duiken, hoor, jongens. Hoppakee. Heel grappig dit. Oh, kijk, we moeten hier plafond duiken. Niet? Moeten we eerst hier plafond duiken? Kunnen we hier plafond duiken? Nee? Maar hoe kom ik daar dan boven? En hier gaat... Oh, hier gaat wel. Hier gaat wel, joh. Ik dacht dat het niet ging, maar dat gaat gewoon. Ik had gewoon harder op die A-knop moeten drukken. Oké, let's go, Linky. Ja, heel vet hoor, dit. Lekker zwemmen.
Daar zijn we al. Vet nuttige kracht is dit. Hoppakee, die hebben we ook binnen. Ja, en dit is dus de derde kracht in de derde tempel. En nu kunnen we dus naar, ja, volgens mij noemden ze het de tempel destijds. Daar verschijnt Rauru weer. En die zegt, ik zie dat je reeds enige kracht hebt teruggekregen in die arm. De deur van de tempel destijds zou nu voor je moeten opengaan. Oh, spannend. Heel vet. Ja, ik wil dus eigenlijk nog even daar naartoe. Oh, maar dat gaat niet meer, want ik heb die brug ook niet meer. Oké, dat komt een andere keer wel dan. Kan ik hier via deze boomstam naar beneden? Ik heb echt nog 1,5 minuut om uit de kou te komen, jongens. Ah, we gaan sprinten! Hier kan ik wel, denk ik, naar beneden springen. Ja, soort van. Kijk, hier onder mij is wel water. Ik denk dat het een goed idee is om even op te slaan voordat ik dit probeer. Ga maar springen! In het water! Lekker! Ja! Oh, maar dit is heel koud! Dit is heel koud! Het is ijswater. Ik weet niet of ik hier nog vandaan kan komen, jongens, in zo'n korte tijd. Ik hoop dat hier ergens appels zijn. Ik heb appels nodig. Waarom groeien hier geen appels? Ik kan hier in ieder geval wel een vuurtje maken, dat scheelt al. Dan kan ik hier misschien wachten en ik hoop dat mijn hartjes even aanvullen. Nee, dat doen ze niet. Ik kan wel gewoon wat gerechtjes maken om mijn hartjes aan te vullen terwijl ik naar beneden loop of zo. Oh, ik heb wat. Ik heb wat gevonden. 1 peper en 1 zo'n zwam. Zo'n hemelzwam. Dat zorgt er ook voor dat je tegen kou kan. Oeh, dat is wel leuk van dit koken. Ik denk, nou, ik ga voorzichtig doen en zo. Ik pak gewoon 1 zo'n pepertje en 1 zo'n zwampie. Ik had het eerst geprobeerd met 1 sprintzwam, maar dat werkt dus blijkbaar niet. Maar met een hemelzwam werkt het wel. En dan kan je dus weer een aantal minuten tegen de kou. Ja, kijk, hier ben ik wel blij mee. Heel nice. Zo, hoppakee. Kunnen we weer 3 minuten er tegenaan. Ja, dit is echt wel leuk aan Zelda. Dat je dit soort dingen gewoon per toeval ontdekt. En gelukkig hebben we nu een kookboek, een receptenboek, waarmee we gewoon makkelijk die receptjes weer terug kunnen vinden. Ik denk dat we deze puzzel ook gewoon heel even moeten doen, want hij ziet er niet zo heel ingewikkeld uit eigenlijk. Dat is gewoon met de ultra hand en dan moeten we hem een beetje draaien, denk ik. Ik denk dat als wij hem zo draaien en neerzetten, dat dat weer klopt. En ja, ik hoor hem al. Een korokkie. Hey, ik moet dus even goed kijken waar we nou vandaan kwamen en hoe we weer terug kunnen komen. Want hieronder, daar kwamen we dus vandaan. Maar ik durf mezelf niet te laten vallen, hoor. Oh, kijk, hier is een grot. Daar moeten we in. Yes, we zijn weer uit de kou. Het is tijd om naar de tempel destijds te gaan, jongens. Zo, we zijn er eindelijk bij de tempel destijds. We kunnen nog niet fast travelen. Dus ik heb het hele stuk moeten lopen en dat duurde wel even. Maar in de volgende aflevering gaan we de tempel destijds openen. En ik denk dat het spel dan pas echt gaat beginnen. Ben je net zo benieuwd als ik? Abonneer! Want dan mis je geen enkele video. En doe het duimpje omhoog. En dan zie ik je bij de volgende. Mazzel!